Ik denk uiteindelijk dat daar de pakketprijs hoger moet worden. Dus het gratis verzenden moet er misschien vanaf. Ja, pakketbezorgers die luiden de noodklok. Door de stijgende brandstofprijzen is het voor hen steeds minder rendabel om hun werk te doen. Er moet wat gaan gebeuren, want anders vallen er bedrijven om. BNB uit Elst brengt met 30 busjes duizenden pakketten per dag langs. Stijgende brandstofprijzen komen hier ook hard binnen. Normaal gesproken gaat er een dieseltank voor 100 euro in. Ja, nu voor 200 euro. Maar we moeten het wel voorschieten. We zitten nu op 2,45 euro voor een liter diesel vandaag. Het zou me niet verbazen als we volgende maand op 3 euro zitten. Dat houdt niemand vol en dat kunnen de ondernemers ook niet zelf dragen. We zien een verdubbeling in de facturen, dus dat valt vies tegen, ja. De winstmarges binnen de sector zijn al niet hoog. Er moet dus iets gebeuren om de duurdere diesel te compenseren. Ik denk uiteindelijk dat daar de pakketprijs hoger moet worden. Dus het gratis verzenden moet er misschien vanaf. Uiteindelijk zal de consument een stuk duurder uit zijn. Ja, dat kan haast niet anders. Als dat niet zou gebeuren, dan kunnen de pakketbedrijven hun deuren wel sluiten. Althans, de pakketbezorgbedrijven. Want dan worden de kosten zo hoog dat er gewoon geen enkele winst meer gemaakt wordt. Ja, we gaan hem nou voelen, dus hij moet eigenlijk echt doorbrekend worden naar de klant uiteindelijk. Want anders kunnen wij geen pakketjes meer rondbrengen. Ik denk dat het een euro bijgaat, dat het wel rendabeler moet worden. Er moet nou echt wel actie ondernomen worden, willen we blijven kunnen rijden. Anders zijn de gevolgen dramatisch. Ja, dan zullen we omvallen uiteindelijk. En vandaag maakt het kabinet bekend dat de belasting op brandstof per 1 april omlaag gaat.